Het Wat een ontzettend gaaf dat je kijkt naar Jubilee Live, waarin het ons hart is om jou te bemoedigen in je geloof, in je wandel met God en je vanuit Gods woord, ja, eigenlijk toe te rusten. Dat is het werk van de bediening. Dat is ook de werk van uh, dat, ik geloof dat dat mijn taak is ook om de Heilige toe te rusten voor het werk van de bediening. En wat houdt dat in? Nou, God heeft jou iets gegeven wat jij mag uitdelen naar deze wereld. Hij heeft je zijn Heilige Geest gegeven, zijn woord. Iedere persoon is uniek. Iedereen heeft een plek in dat lichaam. En het lichaam is niet voor niets genoemd: het lichaam van Christus. En wij zijn de handen en voeten van Jezus hier op aarde. En jij en ik, wij maken het verschil. Het is echt God die gekozen heeft om dat te doen door ons. Anders gezegd, als wij het niet doen, dan is. Uh... Dan is dat echt heel erg voor onze tijd en voor ons land. Omdat het in deze generatie echt afhangt van diegenen die dit begrijpen en daarin gaan wandelen. Je zult, de heilige, je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. En daardoor zul je mijn getuige zijn. Dat kent vele expressies en vele manieren, maar het is eentje waar we je graag in willen ondersteunen, zodat jij impact kan maken op de plek waar jij bent. En we zijn enthousiast over alles wat God doet. De getuigenissen die blijven binnenkomen over elke keer weer hoe mensen levens geraakt en getransformeerd worden door de kracht van God's woord en door de kracht van de Heilige Geest. Mensen zeggen wel eens: ja, de kracht, kracht. Weet je, hoe zit dat dan? Nou, de, de Bijbel is heel duidelijk daarover. Het koninkrijk van God is niet in, alleen in woord, maar in kracht. En God wil elke keer zijn kracht laten zien. Het was de kracht van God in het leven van Jezus... die ervoor zorgde dat de menigte geraakt werden. Amen. Dat wonderen en tekenen gebeurden. Het is de bedoeling dat de kracht van God in jouw leven is en actief is... en dat je een relatie hebt met de Heer, zodat de kracht van God gemanifesteerd wordt op elk gebied van jouw leven. En daarin zul je ook zien dat dingen die onmogelijk lijken bij mensen mogelijk worden. Situaties veranderen, wonderen gebeuren, Gods wil gedaan wordt. En een belangrijk aspect waar wij in deze serie mee bezig zijn, is over gebed. Eigenlijk een soort snelcursus zou je kunnen zeggen. Omdat er eigenlijk, nou, er zijn natuurlijk een hele dikke boeken over geschreven, er is veel over te zeggen. Maar dit is eigenlijk een soort snelcursus in het gebed, en gebeds. Training, cursus om je mee te nemen en we willen dat uiteindelijk ook afsluiten met een stuk over geestelijke oorlogsvoering... en wat de Bijbel daarover zegt. Nou, uh, je kan je gebedsverzoeken kun je natuurlijk mailen naar prayer@jubilee.nl. Weet dat. Dat wilde ik nog eventjes noemen vooraf. Op het moment dat jij een gebedsverzoek hebt, er is een situatie in je leven. We hebben het over gebed, maar wij willen ook heel graag voor jou bidden. Daar willen we vandaag ook over hebben, wat dat is voorbeden, althans de basics daarin, maar ook om je gelijk praktisch te helpen: van hoe doe je dat? Voorbeden. Maar stuur je gebedsverzoeken door, wat er ook gaande is in je leven. We dienen een almachtige God en hij leeft. En de wonderen die hij toen deed in de Bijbel, doet hij vandaag. En we zien het voortdurend gebeuren. Dus we staan heel graag met je en voor jou in geloof... dat Gods glorie doorbreekt in jouw leven. Laat het ons weten via prayeratjubilee.nl... zodat ons gebedsteam voor jou kan bidden. Amen. Nou, uh, we zijn begonnen eigenlijk met vier fases hebben we gedefinieerd in deze serie... om uh, gebed eigenlijk te onderzoeken. En we hebben onderkend dat de eerste fase van gebed is praten tot God... Praten tot God. We hebben we het met elkaar uitgebreid over gehad? Hoe je dat kunt doen? Praten tot God. Eigenlijk uh, gebeden die we vinden in het woord van God, die je kunt bidden tot God. Dan stap 2, fase 2 zou je kunnen zeggen, waar we vandaag met elkaar ook over willen hebben, is praten met God. Vervolgens is er nog een fase luisteren naar God. En vervolgens de vierde fase bij God zijn. Bij God zijn. Dus dat is dus wat we vandaag met elkaar over willen hebben. En uh, vandaag willen we dus gaan naar het punt uh, praten uh, met God. Praten met God. En mensen zeggen wel eens, ja weet je wel, de, de, laat ik zo zeggen, is, is, is dat mogelijk? En ja, en dit is, dit is van groot belang. Dit is van groot belang. Dit is wat Jezus voordeed. Dit is wat, wat, wat ook de discipelen vroegen aan Jezus, natuurlijk leer ons te bidden... Zij kwamen erachter dat Jezus bad en sprak tot zijn vader. En zijn vader sprak tot hem. En we lezen daar hele duidelijke dingen over in Johannes hoofdstuk 5. Uh, lezen we dat Jezus uh, ja, zegt, hij zegt, ik, ik, ik zie, de vader laat mij dingen zien. En zoals ik ze zie, zo doe ik het. De vader laat mij dingen horen. En zoals hij het mij laat horen, zoals ik het hoor van hem, zo spreek ik ook. Zoals de en dit, dit zijn principes die gegeven zijn voor elke christen... Uh, maar waar we ook zien in de praktijk dat veel christenen mee worstelen. Heel veel christenen weten van ja, het zou goed zijn als ik meer zou bidden. Sommige mensen voelen het ook als een soort uh, verplichting, weet je wel. Van uh, ja, het is een soort christelijke discipline, hè, gebed. Maar, maar ja, heel veel zie je dat mensen het lastig vinden om gebedsleven invulling te geven, omdat ze niet precies weten hoe. Omdat ze niet precies weten hoe, de willen ze wel, maar ze weten niet precies hoe. Hoe? En um, vandaag gaan we, daar gewoon weer, gaan we je daarin verder helpen, gaan we je sleutels geven over hoe je dat precies doet. We hebben het gehad over praten tot God, hè, waarin je de psalmen kunt gebruiken, waarin je het onze Vader kunt gebruiken. Vandaag gaan we het hebben over praten met God. Praten met God. Nou, dat is een andere dimensie, praten met God. Het heeft te maken waarin je dingen met Hem gaat delen, dingen vanuit jouw hart naar Hem toe. En het gevolg is vervolgens is de volgende stap dat is eigenlijk luisteren naar God. Maar dit is eigenlijk praten met God. Dus beseffende zoals we in de eerste deel ook hebben gezien dat wij wij, wij wij vinden een plek van rust, wij vinden een plek waarin we alleen zijn, waar niet anderen zijn maar waar we alleen zijn met onze hemelse Vader en hij die in het verborgene hoort, die en in het verborgene ziet zal openlijk belonen. Je bent dus daar bij hem. Hij ziet jou daar. Jij bent daar bij hem. Hij is daar bij jou. De Bijbel zegt dat wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Als wij bidden, dan staan wij als het ware meteen voor de troon. Dat is wat het bloed van Jezus voor ons uh, uh, beschikbaar heeft gemaakt. Hij heeft de weg gebaand door zijn bloed, zegt de Bijbel. Door de prijs die hij betaald heeft met het offer aan dat gruwelijke kruis. En natuurlijk, de grote overwinning die hij haalde door zijn opstanding uit de dood. Heeft hij ervoor gezorgd dat wij weer vrije toegang hebben tot God. Wat een gigantisch voorrecht. En als dat zo is, dan betekent dat dat jij een leven kan hebben heel dicht bij God. En als er één ding is wat mij fascineert ook bij mannen en vrouwen van God door de hele geschiedenis heen. dan denk je: wauw, wat hebben die toch een, een bijzondere verbinding met God? He, een, een bijzondere band. En uh, dan kom je er ook achter dat wat maakt mensen, wat maakt, wat maakt nou dat iemand een man of een vrouw van God is. Uh, even los van of dat iemand een bediening heeft of een podiumpositie, je komt soms allerlei mensen tegen. Dat je erachter komt: wow, dit zijn bijzondere mensen! Want ze hebben een bijzondere koppeling met God. En dat heeft heel vaak te maken: ze hebben een bijzonder gebedsleven. Ze hebben geleerd om met God te communiceren. En vandaag willen we het hebben over praten. Met God. We gaan daarin eigenlijk drie aspecten met elkaar bekijken. Wat, hoe je vorm kan geven aan het praten met God. Samen met God eigenlijk, dingen delen. De eerste stap daarin is dankbaarheid. Praten met God over wat er goed is in jouw leven. Waar je dankbaar voor bent. Wat je dankbaar voor bent in jouw leven. Of dankbaar voor bent in deze wereld. Dankbaar voor bent in de natuur. Het tweede is klaagzangen. We zien dat in de Bijbel terugkomen. De klaagliederen. Je denkt, ja, wat moet ik ermee? Nou. Het kan ook een plek hebben. Uh, het is heel erg goed om jezelf te uiten naar de Heer. Hè? Ook naar de dingen waar je mee, wat, wat je dwars zit, wat je lastig vindt. Zeker als je weet dat God daar is. Hij is een heilige God. Weet je. Ik zou nooit, nou ja, ik zou altijd daarin, in dat opzicht, omdat ik het hart van de Vader ken, die alleen liefde is, kom ik niet met klachten bij God. Maar er kan een situatie zijn in je leven waarin je gewoon je hart wil luchten vanwege dingen die moeilijk zijn. Of slecht zijn in de wereld. Slecht zijn, lastig zijn, moeilijk zijn in jouw leven. En dat bespreken met God. En daar je hart over delen met God. En dan de derde aspect dat we met elkaar gaan behandelen. Is pleiten en voorbeden doen. Pleiten voor of bidden voor, voorbeden doen. God vragen. Eigenlijk en op de brest staan dat God zijn beloftes vervult. Um, op, op, zodat het kwade eigenlijk met het goede wordt overwonnen. Um, en kijken wat het. Wat het want het, het, wij weten, aan ons is de overwinning reeds gegeven. De Bijbel zegt dat, dat Jezus is. alle autoriteit in, in, in hemel en op aarde is aan hem gegeven. Hè? Alle autoriteit. betekent er is echt niks over voor een andere partij. Ja, en we weten, er is een Satan en er is een duivel, maar hij is juridisch gezien een overwonnen vijand. En wat belangrijk is, is dat ons gebed zorgt ervoor eigenlijk dat je in de geest je positie inneemt en de woorden van God spreekt en eigenlijk in het spreken met God dat jij verklaart als het ware en dat jij ook op de brest staat voor situaties waar je de wil van God nog niet gemanifesteerd ziet, waar je bijvoorbeeld satanische dingen ziet, demonische dingen, duistere dingen, slechte dingen, verdrietige dingen, teleurstellende dingen. Hoe breng je dat in gebed? En daar gaan we het ook vandaag. Met elkaar over hebben. Nou, als we het hebben over dankbaarheid, dat is een hele belangrijke. Dit is voor mij persoonlijk, ik heb ontdekt, een van is, is een superkrachtige sleutel. Dit geeft zoveel uh, uh, leven in je gebedstijd, zoveel dynamiek, zo, zoveel, ja, eigenlijk maakt het je gebedstijd zo bijzonder. Uh, laten we het eventjes in het natuurlijke eerst even brengen. Als jij, uh, ik ben getrouwd. En, en dus, hè, stel dat je, of, maar je hoeft niet eens per se getrouwd te zijn. Maar stel dat je een, 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 een relatie hebt met, met iemand, al is, het, al is het een vriend of een vriendin, weet je waar je close mee omgaat. Of al is het een broer of een zus, of al is het een buurman of een buurvrouw. Uh, maar weet je wel, maar zeker ook met, je, met de belangrijkste relaties in je leven, je partner. Hoe gaaf is het om, uh, om te bedanken, om je dankbaarheid uit te spreken naar, de, naar diegene, naar degene van wie, van wie je houdt? Uh, ik denk dat we dat soms te weinig doen, maar op het moment dat je dat doet, moet je eens kijken wat dat doet. Het geeft zo'n gigantische boost. Het verbindt. Het verbindt gigantisch. Het brengt een atmosfeer. Brengt het ineens een hele atmosfeer? Brengt het een sfeer? Een atmosfeer in de ruimte, in de verbinding die je hebt met mensen, die liefelijk is, die respectvol is, die in één keer harten opent. En, en daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is: het, 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 doet iets, het doet iets met jou op het moment dat jij je dankbaarheid uit, en het doet iets met degene tegen wie je het zegt. Nou, als dat in het natuurlijke al is, laat staan hoe dat is in het geestelijke met God: hè? Um, dat je je dankbaarheid uit. Het brengt God ook voor de mensen die nog niet zo thuis zijn ingebed, het brengt de Heer ook heel dichtbij. Heren, ik wil u danken voor mijn baan. Ik wil u zo danken, heren, dat ik, ja, dat, ik, dat ik gewoon voor wie ik ben... dat u mij heeft gemaakt, dat ik in deze tijd mag leven. Ik wil u danken voor mijn huis. Ik wil u danken voor mijn prachtige huisinrichting. Ik wil u danken, heren, voor mijn huisdieren. Ik wil u danken voor mijn kinderen. Heren, de, de echt, en, dat je, en ik, wil, ik bedoel niet oppervlakkig van... joh, maak eens een lijstje. Maar werkelijk, de dingen waar je gewoon stil bij staat... waar je dankbaar voor kan zijn. Je moet eens kijken wat dat doet in je gebedsleven. En hoe dat eigenlijk... Ook dat je in één keer beseft hoe dichtbij God is. Want ik dank de Heer voor alles wat Hij mij heeft gegeven. En in één keer besef ik en verklaar ik daarmee ook mijn hartsverbinding met Hem. En alles wat ik heb, dat is in één keer besef ik, ineens, komt allemaal voort vanuit Hem. En ik geef Hem daarmee, ik geef God daarmee ook weer de plek, de plek die Hij toekomt. En hij is daarmee ook niet de God van ver weg. Hij is de God van heel dichtbij. Want alles wat ik heb, heb ik immers van hem. Ik heb het aan hem te danken. En dat brengt God zo gigantisch dichtbij in je leven. En het, en het, is, het is gezond. Het is gewoon gezondheid voor je ziel ook. Ik heb dit zelf, en, en, en dan pak ik de lijn verderop. Maar ik heb dit zelf heel bijzonder genezend mogen ervaren. toen mijn vrouw overleed. Dus, dus iets langer dan twaalf jaar geleden overleed mijn vrouw. En dat was natuurlijk een super moeilijke tijd. En dan ben je echt verscheurd. Voor diegenen die dat hebben meegemaakt, iemand heel dichtbij op je partner. Uh, dan ben je echt verscheurd van binnen. Maar ik, ik heb gemerkt dat uh, dankbaarheid genezend werkt. En ik begon de Heren te danken eigenlijk voor mijn kinderen. Ik had immers mijn kinderen nog. Het was tragisch, zou je kunnen zeggen. Het is jonge, de De kinderen. En, 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 en ook, niet, ook niet altijd makkelijk. Dus snap je? Dus er was... Maar ik had geleerd om wel de Heren te danken. Dank u heren voor mijn kinderen. Dank u. Ik, ik, heb, ik heb mijn kinderen. Ik heb, gewoon, ik heb gewoon kinderen. Daar ben ik u gewoon ontzettend dankbaar voor. Mijn partner was geroofd, maar ik had mijn kinderen nog. Dank u, heren, voor uw woord. Dank u voor deze lieve mensen om mij heen. Dank u voor mijn familie die om mij heen. Dank u voor, voor de gemeente die om mij heen staat. Ik wil u daarvoor danken. En als ik oprecht vanuit mijn hart ruimte gaf aan dankbaarheid... dan zorgde dat gek genoeg ervoor dat er een soort genezing kwam in mijn ziel... in mijn pijn, in mijn verdriet, in mijn verlies... En um, soms wist ik niet eens precies waar ik de Heren voor moest danken. Had ik niet eens de dingen die ik zomaar kon noemen, omdat het verlies zo alles overstijgend was. Maar het enige wat ik dan zei was: dank u Jezus. Dank u Heren. Ik wil u danken. Ik dank u Jezus. Dank u Jezus. Alleen al Jezus danken gewoon voor wat Hij deed aan het kruis, voor wie Hij is, voor wie God is. Te midden van misschien de vragen die je hebt, of te midden van de situatie waar je, nou ja, een gebrek aan inzicht hebt of dingen die, heftige dingen die om je heen gebeuren, kun je altijd de Heer danken. Het was, het was genezend voor mijn ziel. En ik weet dat het genezend zal zijn voor jouw ziel. En het zal een diep werk doen in jouw binnenste. En ik, ik ga je heel veel tips geven, maar een van de dingen is begin of eindig je dag met dankbaarheid. Weet je, als je een gebedsleven wil ontwikkelen, waar we het over hebben in deze serie. Begin en of eindig je dag met dankbaarheid. Het zet namelijk de toon. Het zet geestelijk de toon. Aan het begin van de dag, zet het geestelijk de toon voor je dag. En het is bepalend voor de koers van je leven. Aan het eind van, van de dag is het geweldig, zet het ook de toon voor de nacht waar je in gaat, je nachtrust. Eindig je dag met dankbaarheid. Begin je dag met dankbaarheid. Weet je, er is niet zo van een juiste manier om dankbaarheid te beoefenen. Maar ik, weet je, ik, we willen je wel prikkelen uitnodigen om je verbeeldingskrachten en je creativiteit te gebruiken om dank te zeggen onder alle omstandigheden. Zoals we ook kunnen lezen in 1 Thessalonicens 5, vers 18. Laten we hem nog eens met elkaar lezen: 1 Thessalonicens 5, vers 18. Daar staat: Dank God in alles. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus. Voor u. Mag ik even hierbij stilstaan? Je zou kunnen zeggen, dit is een van de Nieuw-Testamentische geboden. Dit zijn de dingen die ons worden opgedragen. Alles wat God opdraagt, is tot zegen van zijn kinderen. Nooit tot beperking. Nooit tot beperking. Enkel en alleen de, alles wat de Heer instelt, is tot zegen, tot vrede, tot levenstrekkend, tot overvloedig levenstrekkend. Alles wat in het Woord van God staat, wat ons geboden wordt om te doen. Dit is zo'n gebod, zo'n instelling, zo'n opdracht van de Heilige Geest aan de gelovigen, aan het kind van God. Dank God in alles. Of anders gezegd, waar je ook doorheen gaat, dank God. Het, er staat niet Dank God voor alles, alsof je alles, ook de ellende, te danken hebt aan God. Want dat is natuurlijk niet zo. Jezus zegt het zelf ook. Er zijn, Jezus legt ook heel duidelijk uit: er is een duivel. Er is een duivel, er is een duisternis. En Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 10, vers 10: De dief komt niet anders dan te stelen, roven en vernietigen. Maar ik ben gekomen, opdat je leven hebt en dat in overvloed. Dus het is niet het, het, het ontkennen. Weet je wat? We gaan het zo zeggen. Op het moment dat je gaat danken, dan dank je niet: Oh, heren, ik dank u voor deze ellende. Nee, 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 je dankt de heren niet voor ellende. Maar te midden van de moeilijke situatie, leer je om je hart te brengen tot dankbaarheid. Want dank God in alles. Dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Wij zijn in Christus Jezus. Wij zijn in Hem ge geworden, ge gekomen. Hoe komen wij in Christus Jezus? De Bijbel zegt door met je hart te geloven, met je mond te beleiden, Jezus als Heer, en je te laten dopen. Dus dat is een hele belangrijke. En dan komen wij in Christus. En diegenen die in Christus zijn, zijn een nieuwe schepping. 2 hoofdstuk 5, vers 17. Zie het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Alle dingen zijn nu uit God. Een nieuwe schepping. Zo kom je in Christus. Zo word je in Christus. Maar nu wij in Christus zijn, moeten wij ook in ons denken moeten wij blijven in Christus. Amen. Ik ga een heel kort een zijstapje maken hier zo, om je hier ietsjes verder in mee te nemen in dit concept, om dit goed te begrijpen. Want je zou kunnen zeggen namelijk: oké, okay, als ik dan in Christus ben, hè, ik ben bekeerd en ik ben gedoopt, ja, dan ben ik toch in Christus. Maar uh, het, het belangrijke is. Jouw gedachtewereld bepaalt hoe jij je leven ervaart. Jouw gedachtewereld bepaalt hoe jij je leven ervaart. Je kan in Christus zijn en toch niet een leven leven samen met God. Je kan je leven helemaal op een eigen manier leven, of helemaal verstrikt raken nog in de dingen van de wereld, omdat je je denken niet hebt vernieuwd. En jouw denkwereld bepaalt jouw dagelijkse realiteit, hoe jij de realiteit beleeft. Klinkt een beetje psychologisch, is het niet. De superbijbels, De Bijbel zegt Romeinen Oost 12, vers 2. Wees niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt vernieuwd. Eigenlijk wordt getransformeerd, wordt vernieuwd. Euh, nee, wordt getransformeerd door het vernieuwen van uw denken. Wordt getransformeerd door het vernieuwen van uw denken. Dus de Bijbel zegt vernieuw je gezindheid, vernieuw je denken opdat je mag erkennen wat de goede, welgevallige en de volkomen wil van God is. Wij moeten ons denken vernieuwen. En hoe doen we dat? Door ons denken uh, uh, te vullen met Gods woord. Een mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord van God. Dus vul jezelf met Gods woord, zodat jouw denkwereld gevuld wordt met Gods woord. En dan zul je merken, omdat Gods woord is levend en krachtig, zal je ook Gods woord, Gods leven, Gods kracht ervaren in jouw denkwereld en daarmee ook in je belevingswereld. Um, een andere tekst die hier die ik even zelf hier even voor ga lezen, die komt niet in beeld, maar die ga ik je even voorlezen, is in Colossenzo stuk 3, die een beetje in deze, toe, in deze uh, strekking uh, de, de, de draad oppakt en zegt dit. Als u nu met Christus opgewekt bent, spreekt over diegenen die gedoopt zijn. Want de Bijbel zegt, als wij gedoopt worden, dan sterven, dan is het, worden wij met Christus begraven. Lees Romeino stuk 6. Romeino stuk 6 spreekt hierover. Met Christus begraven. In, eigenlijk door de doop in de dood, en wij komen weer uit dat water, zoals ook Jezus uit de dood kwam. En de Bijbel zegt: in nieuwheid des levens. Dus wij zijn met dat wij uit dat doopwater komen, zijn wij met Christus opgewekt. Oké, okay? dus we zijn we hebben de doop meegemaakt. Hij spreekt hier tegen mensen die gedoopt zijn, maar dan zegt hij: Als u nu met Christus opgewekt bent, Colossense 3, vers 1. Zoek dan de dingen die boven zijn. Anders gezegd, zet jouw denken, zet jouw verlangens, zet jouw focus en geef jouw aandacht aan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Sommige christenen zijn veel te veel bezig met de dingen die hier op aarde zijn. En ja, je wordt soms geconfronteerd met allemaal vervelende situaties, met een vuile duivel die, ze, die zijn vuile kop laat zien. En die probeert, te, die probeert eigenlijk dingen in jouw leven te doen waar hij geen recht toe heeft. En de Bijbel zegt: Wedersta de duivel, stand vastig in het geloof. Weet je, wedersta de duivel en hij zal van je vlieden. Meester is standvastig in het geloof. Dus dat is een strijd waar je in zit. Maar sommige christenen die weten niet eens dat ze de duivel moeten wederstaan. Ze zeggen: Oh, Heer, haal de duivel bij me weg. En weten helemaal niet dat het aan hun autoriteit is gegeven in de naam van Jezus. De Heer is al gekomen. De Heer is zelfs gekomen en hij is weer gegaan. En hij heeft zijn Heilige Geest gestuurd. opdat jij kracht zou hebben. En op slangen en schorpioenen zal jij treden. En over de gehele legermacht van de vijand zal jij autoriteit hebben, zegt de Bijbel in Lucas hoofdstuk 10, vers 19. God verlangt. Jezus heeft zijn discipelen meegenomen in dit patroon en wij leven enkel en alleen in de vrijheid waartoe Christus ons heeft vrijgemaakt, als wij wandelen naar de waarheid van Gods Woord. Amen. Dus, maar hier staat dus nu terug naar de tekst: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Dus hier zegt het ook: wij kunnen gewoon, en dat betekent niet zoeken. Weet je, ik moet gaan zoeken, want ik weet niet waar het is en ik, en ik moet het zoeken. Nee, nee, nee. Geef je aandacht aan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Hierin snap ik ook heel goed het Onze Vader. Dit is in lijn met de strekking van het Onze Vader, die zegt: U wil geschieden in de hemel, zo ook op aarde. Het is bidden vanuit de hemelse realiteit, richting de aarde. Ik bid vanuit de hemel. Ik zoek de dingen die boven zijn. Want van u is de kracht en de heerlijkheid. En, de, weet je, en dat soort dingen, daar zeg je allemaal de dingen die boven zijn. Dit is God, die zit op zijn troon. Ik bid, mijn gebedsleven centreert zich om wie God is. Hij die zit op de troon. Mijn gebedsleven centreert zich niet op o oh, heren, zie mij toch. Ik zit hier op deze aarde. U bent ver weg. En wat hebben we hier toch een bak ellende en wat is het toch weer zwaar en wat is het toch moeilijk en wie zijn wij ook onwaardig voor u Het is allemaal gebazel het is echt allemaal gebazel met alle respect allemaal gebazel het is niet in lijn met Nieuw Testamentische waarheden daarom noem ik het gebazel het staat nergens zo in het nieuwe testament als je het kunt lezen, als je het kunt vinden stuur het me op maar het staat er niet het staat er niet in geen enkele vertaling dus want hier staat, zoek, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit en Hij regeert. Amen. Hij regeert. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Anders gezegd, laat je denken, beïnvloed zijn door de autoriteit en de kracht en de heerlijkheid en de glorie die boven is en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Anders gezegd, u bent gestorven aan deze wereld. Er bent dus niet zo onder de indruk van deze wereld. Maar wees. Onder de indruk van, jou, van jouw Heer en Meester. Die zit op de troon. Je hebt nu toegang tot de troon, zegt de Hebreeën. Toegang tot de troon van genade. Dus wees ook met jouw denken daar van de dingen die boven zijn. Bid van boven naar beneden. U wil geschieden in de hemel, zo ook op aarde. Zie je dat ons gebed zet de wil van God die in de hemel is, vrij ook op aarde. U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Zie je wat hier staat? Want u, u bent gestorven, u bent gestorven aan deze wereld. U bent gestorven, je bent als zondaar bij dat doopwater ingegaan en als de gerechtigheid van God bij eruit gestapt. Je bent als oude schepping, oude mens bij dat doopwater ingegaan en als nieuwe mens bij dat doopwater uitgekomen. Want u bent gestorven. U bent ge ja, straks gaan we allemaal overlijden. Nee, nee, nee. De Bijbel zegt: Je bent al gestorven. Jouw oude mens is gestorven. Leef dus niet in die oude mens. Heel veel christenen die wekken inderdaad doden op. Maar niet, niet de doden, zeg maar de grote wonderen. Nee, ze, ze wekken hun oude, dode mens op. Hun oude identiteit wekken ze steeds op. Die oude zonda die gestorven was in dat, do dat doodwater, die wekken ze weer op. En die brengen ze weer tot leven. Oh, ik ben het weer. Ik zit daar weer. Nee, nee, nee. Dat is niet in lijn met het woord van God. En daarom houdt de duivel ook zoveel christenen in zijn macht. En zitten zoveel christenen ook nog steeds gevangen in hun denken. En wandelen ze niet in de volheid die beschikbaar is voor jou en voor mij. Het is er. Maar je moet wel je denken veranderen en transformeren om erin te kunnen wandelen. U bent gestorven. En hoe ik dit lees, ik denk, oh halleluja, ik ben gestorven joh. Zo lees ik dit, want het staat, ik ben gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Mijn leven is met Christus verborgen in God. De essentie van mijn leven, de kracht van mijn leven. De, de, de jeu van mijn leven is met Christus verborgen in God. Weet je, het is daar, het is in Christus is mijn leven. Wil ik mijn leven hier op aarde leven zoals hij het verlangt, dan moet ik het vinden in Christus. Terug naar onze tekst. 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. Waarom zei ik dat? Ik had het over in Christus. 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. We hebben net gelezen wij zijn in Christus Jezus. Dat is waar wij zijn. En nu in onze nieuwe schepping is het de bedoeling dat wij de, de wil van God nu wij een nieuwe schepping zijn in Christus Jezus is dat wij God danken in alles. Dit is een meesterlijke sleutel om je gedenken, om jouw denken en jouw gedachten gezond te houden en in lijn met datgene wat God wil doen door jou heen. God wil jouw machtig gebruiken op de plek waar je bent. Hij wil dat je schittert en schijnt. En dat kan alleen als we wandelen volgens zijn principes. Zijn die principes moeilijk? Nee. Nee, ze zijn niet moeilijk, maar het vraagt wel van jou een stap van geloof en gehoorzaamheid. Hier zien we zo'n principe: dank God in alles. Dus een hele belangrijke sleutel in het praten met God: dank God in alles. Nou, oké. Okay. Een paar ideeën. Hoe doe je dat dan praktisch? Nou, je begint je dagelijkse gebedstijd door te danken voor bijvoorbeeld drie dingen. Drie dingen die de dag jou geeft. Drie dingen die die dag gaan, die, die gaan gebeuren. Drie dingen die op je agenda staan. Drie dingen die, weet je, die de dag jou brengt op dat moment. De dag is door de Heer aan jou gegeven. En begin de Heer te danken voor die dag. En begin hem te danken voor, weet je wel, voor, voor alles. Voor, voor gewoon de dingen die in die dag staan te gebeuren. Dank de Heer voor je baan. Dank de Heer voor de technologie waar je mee kunt werken. Dank de Heer dat je een Bijbel hebt waar je uit kunt lezen. Dank de Heer dat je kan genieten van muziek en, de, en Hem kan aanbidden. Dank Hem. Begin je dagelijkse gebedstijd door dank te zeggen voor drie dingen in die dag. Tweede tip, tweede idee. Wees dankbaar tijdens alledaagse momenten. Alledaagse momenten. Cultiveer een houding van dankbaarheid. Dus bijvoorbeeld wanneer je naar je werk reist. Velen werken ook thuis, maar op het moment dat je even in de auto zit, begin de heren te danken. He, sommige mensen hebben het idee, en dat is machtig, weet, je, je, hebt, weet je, dat je Er zijn maar specifieke plekken waar je kunt bidden. Nee, je kan echt overal bidden. Je kan echt overal bidden, praten met God. Daar hebben we het nu over, in deze fase praten met God. Danken, de Heeren danken. Heel persoonlijk komt dit voort vanuit jouw hart, waarin je iets zegt tot God. Het is niet meer voorgeschreven, het is niet een gebed wat je opleest. Dit is echt jouw leven, jouw hart naar God toe. Nou, het gebed heel persoonlijk. Wees dankbaar tijdens alledaagse momenten. Wanneer je naar je werk reist, of wanneer je met de hond gaat wandelen, of eens even een rondje doet buiten, of weet je, richting de supermarkt op de fiets, dank u, Heren. Ik wil u danken voor zus, ik wil u danken voor zo. Ik wil u gewoon danken. Als je mooie herinneringen hebt, dank, dank de Heren daarvoor. Als je mooie zaken in het verschiet hebt liggen, dank de Heren daarvoor. Oh, je zal zien wat een leven dit brengt, want het is de wil van God. Als jij dankt, wandel je midden in de wil van God. En het brengt een grote zegen over jou. Leven. Een ander idee, hou een dankbaarheidsdagboek bij. Tegenwoordig, op, in ieder geval op, op, een, op een iPhone, er zit tegenwoordig een nieuwe app-dagboek. En het is heel sterk om gewoon eigenlijk dingen bij te houden in dat, in, dat, weet je, in dat boekje of in die app of misschien geschreven waarin je elke keer iets opschrijft waar je dankbaar voor bent. Elke dag weer, zodat je eigenlijk een lijst krijgt van zaken achter elkaar waar je dankbaar voor bent. Kunnen in de kleine dingen zitten, weet je. Want als God in je leven is, man, dan kun je dankbaar zijn voor de vogels die, daar, die vliegen, die je in je tuin ziet komen. Je kan je, voor de kleinste dingen kun je ineens dankbaar zijn. En het, het, het verfrist en het verheugt je hart. En het, er zit zo'n gigantische kracht in. Een andere tip. Um, schrijf elke ochtend drie dingen op waar je dankbaar voor bent. Op een klein stukje papier en draag ze de hele dag in je zak. Dus aan het begin van de dag, misschien als je de Heer aan het danken bent... schrijf dan ook even die drie dingen op waarvoor je dankbaar bent. En dat papiertje, dat draag je gewoon heel de hele dag met je mee. Weet je wel? En, dat is een, en waarom doe je dat? Omdat er dan altijd wat is, wat het moment ook is in de dag, hoe je je ook voelt... kun je teruggrijpen op dat papiertje en jezelf brengen weer... tot dat praten met God... dankbaar zijn. Ja? Je kan ook uh, bijvoorbeeld rond de als je rond de tafel zit tijdens het avondeten met je gezin, uh, met je partner of met je huisgenoten of in de community waar je ook zit. En ga, wees, dan, wees dan even verbaal over waar je dankbaar voor bent. Noem het eens. Gooi het op tafel. Weet je wel. En misschien als je, uh, als je vader bent in je gezin, moeder in je gezin, vraag eens rond. en Je, uh, uh, je bent gezegend met kinderen. Vraag eens rond, je, waar, waar, waar zijn jullie vandaag dankbaar voor? Breng een atmosfeer van dankbaarheid. Moet je moet eens kijken wat dat doet. Het is echt superkrachtig. Waarom? Het is de wil van God. Dit is de wil van God. En de wil van God brengt altijd zegen en altijd leven voort. En er is een belangrijk aspect van gebed. En in mijn leven merk ik dat dat, uh, ja, dat, dat altijd sprankelende momenten zijn in mijn dag. En, uh, en, en of, ik dat nou heb, of ik dat nou zeg naar mijn vrouw, uh, weet je wel, of dat ik nou, of, want dan merk ik dat ook, dan breng ik het een sprankel in onze relatie. Maar of ik dat doe naar, naar mijn God. Weet je, met wie ik een verbond heb. Hij die zijn leven heeft gegeven voor mij. Oh, mijn Heer, ik wil u danken. Ik wil u danken. Ik, ik doe het ook, ik vind het ook bijvoorbeeld ook belangrijk vind, ik doe dat waar de kinderen bij zijn. Ik doe dat als ik koffie aan het halen ben, bijvoorbeeld vandaag nog. Herinner ik me, weet je, de kinderen die zitten dan thuis, zijn dan uit school. Ik pak even een bakje koffie en ik, en ik begin gewoon de Heer te danken. Uh, voor, voor, voor van alles en nog wat eigenlijk, voor van alles en nog wat, voor de contacten die ik heb, de mensen die me lief hebben, de mensen die ik mag lief hebben, voor alles wat de Heer ons geeft, voor het gemeentewerk, voor het werk wat hij doet in Nederland, voor de bijzondere dingen, alles maar gewoon bedanken, weet je, dank u voor uw voorziening, dank u Heer, dat ik u kan vertrouwen, ik dank u voor uw woord, en dat brengt zoiets moois, het brengt zoiets moois, nou ja, je snapt mijn punt, ik blijf erover uitweiden, maar het is echt zo fantastisch. Hoe je het ook doet, dankbaarheid, pauzeer minstens één keer per dag. Neem even een rustmoment en dank dan de heren minstens voor drie goede dingen in je leven. Kan zijn op een toiletbezoek of wat dan ook. Uh, maar ergens weet je dat je even een moment hebt van dat je eventjes een pauzemoment. Eventjes, oh, time-out in de drukte, time-out tussen de gesprekken. Hé, hey, waar ben ik dankbaar voor? Kan ook erg helpen om een... Een briefje op te hangen. Ik heb een paar briefjes in mijn kantoor hangen met een paar essenties daarop. Waar ik dan, zeg maar, als ik voorbij mijn scherm kijk iets hoger, dan zie ik daar wat briefjes hangen van dingen die ik op dat moment belangrijk vind. Die ben ik aan het cultiveren in mijn leven. Prioriteiten. Dit kan ook zo'n ding zijn als dankbaarheid dat niet echt een onderdeel is van je leven. Hang een papiertje op. Welke drie dingen ben je vandaag dankbaar voor? Zodat je herinnerd wordt en dat je denkt, ja, dat is het. En je begint de heren daarvoor te danken. Zeg het maar gewoon. Heer, ik wil u danken voor dit en dit. Heer Jezus, ik wil u zo danken voor dit en dit. Oh, ik wil u zo danken, heilige geest, dat u bij me bent. Oh, vader, ik wil u zo danken dat u mijn vader bent. Wauw, weet je, al deze dingen zijn zo heerlijk. Heerlijk, 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 zo krachtig. En um, hier wil ik eigenlijk mee afsluiten. Klagen heeft ook een plek. Klagen heeft ook een plek. Want net zo goed als dat ik de Heer kan danken... zijn er ook dingen die gewoon, die, die gewoon verrek lastig kunnen zijn... als ik het zo even plat mag zeggen... Gewoon echt super lastig. Gewoon, ja, bar en boos. En, en uh, nou, het kan ook een fase zijn. Ik moet zeggen, wat ik, wat ik vaak zie, het kan een fase zijn in jouw geestelijke ontwikkeling. Hè, dat misschien. Bijvoorbeeld tieners. Ik, heb tieners. ik heb natuurlijk verschillende tieners al gehad, maar ik heb, eh, die al, al voorbij de tienerleeftijd zijn. Maar ik heb ook tieners op dit moment. Maar tieners kunnen ook heerlijk klagen. Hè? Dus eh, die kunnen echt, ach man, iets kan ze dwars zitten. Het kan ze helemaal. En dan is het echt alleen maar dat ding wat ze helemaal dwars zit. En dat ventileren ze ook. Hè? Dus dat laten ze horen. En, en voor sommige christen zie ik ook, die blijven soms een beetje daarin hangen. Dan denk ik van, jij bent echt zo'n tiener-christen. Je, je, jij kan klagen, jongen. Jij kan klagen. Het is allemaal niet goed. En je vergeet ook gewoon de dingen die hartstikke goed zijn. Hè? Mijn tieners heb ik dat ook af en toe. Ik als ouder probeer daarvan... Oké, okay, ik probeer niet... Uh, wat ze zeggen, vaak een punt. Ja, is ook zo. Maar hé, hey, ik wil je even een breder perspectief geven op de zaak. Of een ander perspectief geven op de zaak. Want zeker, klagen heeft een plek. Heeft een plaats. En weet je wel, en dan kun je ook, weet je wel... Uh, 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 nou ja, dingen die bar en boos zijn. En waar je tegenaan bokst en wat je lastig vindt. Maar... Dit wil ik er even bij zeggen. Er is niet, niet, er is niet voor niks natuurlijk ook een boek hè, in de Bijbel, Klaagliederen. Maar ik denk wat heel belangrijk is... het kan, het kan fijn zijn om dat te luchten, om dat woorden te geven... ook naar jouw hemelse vader. Doe het altijd in respect. Misschien als het te veel is in je leven... Uh, is het tijd om op te groeien, voorbij de tienerfase... voorbij die puberfase en eigenlijk volwassen te worden geestelijk... en te zeggen, ja, al dat klagen. Ik, neem, ik ga wat meer verantwoordelijkheid nemen voor mijn leven... Ik ga wat meer verantwoordelijkheid nemen voor mijn geloof. Ik ga wat meer verantwoordelijkheid nemen voor de autoriteit die hij mij heeft gegeven en de rol die ik mag innemen in mijn leven. En ik ga wat minder aan die klaagkant zitten, maar het kan zeker een fase zijn in iemands leven. Laat me dit laatste, deze laatste gedachte er nog aan toevoegen. Als je klaagt, gebruik altijd de haarspeldbocht. Wat bedoel ik daarmee? Nou, zoals in de psalmen. In de Psalmen zie je ook dat sommige Psalmen beginnen met een klacht. O oh, Heren, hoe lang nog? Hoe lang nog zit ik in deze ellende? Hoe lang nog zullen mijn vijanden over mij lachen? Hoe lang nog zullen ze mij belachelijk maken als ze kijken? Hoe lang nog zal ik mij voelen? Een slachtoffer in deze situatie. En man, er komt een, heel, een hele klacht komt eruit. Maar dan zie je eigenlijk, bijna in alle psalmen, zie je dat die schrijver van de psalm een haarspeldbocht maakt. Dus weet je, hij is daar, hij, hij gaat daar, hij is daar, hij is dat dal aan het beschrijven. Hoe lang nog, en het is zo lastig, en hoe lang zal het nog duren? En vader, is, ziet u niet? en de vijanden en de moeilijkheden. En oh, u bent toch, weet je wel, u, u lijkt zo ver weg. En die, en die ziel die is aan het kermen. En daar is, ook een, daar is ook, ik geloof dat daar best een plaats voor kan zijn. Maar dan vervolgens maakt hij de bocht. Maar heren... Ik, ik, u bent mijn toevlucht en u bent mijn vertrouwen. En ik weet, Heer, u bent trouw van generatie op generatie. En mijn ogen zijn op u gericht, Heer. U bent degene die mij in alle situaties ook uit heeft gered. Ook als, als ik terugdenk over de dingen die in het verleden zijn gebeurd, Heer. Uw trouw en uw liefde en uw goed. Dat is de haarspelbocht. Zie je hem? Zag je hem gebeuren? Je bent eerst naar beneden, je bent aan het uit, je bent je hart aan het uitstorten... maar vervolgens verklaar je je vertrouwen, je verklaart je geloof... je verklaart de trouw van de Heer, je verklaart zijn liefde... je verklaart gewoon in geloof wie God is, wie hij zegt dat hij is... en wie hij altijd zal zijn, omdat je weet, hij is trouw. En wat hij doet voor anderen, doet hij voor jou. En wat hij eerder heeft gedaan, zal hij opnieuw doen. En daarmee heeft dus klagen een rol, heeft zeker een, kan zeker een plek hebben ook in je leven... Maar vervolgens klim je, maak je die haarspeldbocht, klim je daaruit en keer je weer om naar de trouw van God, de trouw van God. Amen. En zo zie je dus als je het hebt over praten met God over dit aspect, over dankbaarheid en over klagen, dat dat beiden een plek heeft. Oké, okay? beiden een plek heeft. Hier uh, eindigen we dit stuk onderwijs. Volgende keer pakken we weer verder op bij deze stap die we nog niet helemaal hebben behandeld: praten met God. Maar vandaag hebben we, denk ik, een paar hele krachtige principes met elkaar behandeld. rondom dankbaarheid. En, uh, en, en ook uh, misschien wel klagen en hoe je daarmee om kunt gaan op een Bijbelse manier, zodat het gezond is. Amen. Wil je hierop reageren of heb je hier misschien een vraag over? Laat het ons weten. Je kan je reactie sturen naar info.jubilee.nl Of je getuigenis kun je delen met getuigenis.jubilee.nl Je gebedsverzoek, prayer.jubilee.nl Weet dat je van harte welkom bent in onze samenkomsten elke zondagmorgen om 10 uur. Op de verschillende locaties, op dit moment Geertruiderberg, Den Bosch, Breda, binnenkort ook Gorkum. Uh, we wachten de tweede helft van dit jaar te starten in de Waard. God is aan het uitbreiden. We zijn aan het groeien en aan het bloeien. En daar zijn we zo ontzettend dankbaar voor. En wees van harte welkom. Kijk ook op de website voor meer informatie: www.jubilee.nl En natuurlijk volg ons op de socials, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Bedankt voor het kijken. Ik wens je God zegen toe. En ik en oh man, en deze, de, deze, ja, deze levenskracht en de vreugde die God geeft in, een, in dit praten met God. Met name vanuit dankbaarheid. God zegen. Tot de volgende keer.